Welkom allemaal, en tof kijk bij deze nieuwe video vandaag. Zoek Minecraft. Hardcore. Oké. Moet me zeker niet zo rap beginnen lopen, anders ben ik zelfs al mijn progression kwijt. Dus eerst wil ik mijn story mee beginnen in elke Minecraft survival. Is hout verzamelen. Ik denk dat ik al wel iets leuks weet. Ik denk dat ik wel hier een huis ergens gebouwen. Ik weet al iets leuks. Ik heb al iets in gedachten in deze wereld zien. Dus ik dacht, dus daar is een huis in de rand. En die berg lijkt me wel mooi. Ja. Maar dit wat ik wil doen is. Ik denk dat ik er een schaap zie. Ik kan het nu niet zien, want ik heb geen Optifine niet. Maar dat zal ik wel in de volgende video in orde brengen. Ja. Ik ga proberen aan de andere kant te geraken. Ik dacht misschien eerst even dit allemaal te doen. Eerst beginnen met. Oh, die heb ik nodig. Zo. Oh, god. Onze eerste creeper laten ontploffen. Oké, dus nu gaan we verder hakken, I guess. En ik heb deze items nodig. En omdat ik de Minecraft muziek eigenlijk miste, kreeg ik zo old vibes, je weet wel. Iedereen kent ze wel. Daar heb ik de muziek met rond erop gezet. Gewoon ter sfeer. En zover ik weet niet copyrighted. Dus ja. Veel kools te zien, dat is al mooi. In mijn mening. We hebben veel om dingen te maken. En nu is het wel donkerder in mijn kamer, dus dat is fijn. Ik heb er straks nog Minecraft gespeeld. En ik zag een steeg in de grotte, want ik heb nu een IPS-paneel in het midden. De zijkanten zijn LCD's. Dus op de zijkanten zag ik meer in Minecraft dan de andere. Mijn stoel is kapot, dus als jullie me soms dit niet doen, is dat teken dat ik mijn rugleuning recht krijg, want die is hier gebarsten. Van binnen. Dus dat. Dat wordt een bouwplek. Geen is ook, ik word er zo last van om het zo naar de kloten is. Jullie begrijpen het niet, maar mijn rug wordt letterlijk zo goed wagen. Als dit mijn rug is, wordt die geduwd om de rechter. Onderhalf van mijn stoel duwt in mijn rug en dat is heel ambetant tijdens spelen. Nou, van geef mijn stoel even een map. Ja, nee, dat had ik beter niet gedaan. Moeten we welke pro Minecraft beginnen met wat resources. Ondergrond te zoeken natuurlijk. Rap mine. En dan over naar het volgende deel van het spel en dat is het huisje bouwen. Dus voornamelijk iron wil ik nu. Dat ik het wol wil. En dacht ik er schapen had gezien, maar het was schaap. Maar er zullen nog wel schapen zijn, de acacia's. Acacia, bayon, of savanna, hoe noemt dat weer? Savanna. Spawnen wel welke beestjes, yep. En een grote grot te zien. Oh wel, nee, ik wil niet daar bouwen. Ik wil ergens anders bouwen. Zorg dat ik eten heb. Heel snel smelten later. Ik heb wat eten nu. Wat ik nu wil doen is die grot wat we hier net in donderden ingaan. Ik kom het ook omdat ik.
Oké, dus nu weer onderweg. Ik wou gewoon even dit hebben, zodat ik dit kan doen. Dat ik al wat zaken kan beginnen maken. Nee, ik moet natuurlijk dan nog allemaal doen. Gewoon al wat tools hebben. Zodat ik iets heb om dan te beginnen. Maar ik ga gewoon eens keer naar die eigen kant doen. Ik denk dat ik hier gewoon even ga stationeren en even alles ga smelten. Ik ben hier wel heel erg druk. Verdomme, zelfs ben ik al dood. Waar zijn die wolven? Huis. Waar zijn die? Waar is het skelet? Kom met me, bro. I need those bones. Woo! I got the bone. Now I'm going through alone. Are they friendly now? Nope. Klote beesten. Van die wolven. Wolf, ja. Yay! Kom maar mee. Oh god. Je kunt die andere hond ook temmen als die wilt. Waarom zit je? Nee, laat maar, die wilt niet. Oeh. Die is leuk gevonden. Damn it. Obsidian, obsidian. Nice. Silk touch. Oeh, ik heb een idee. Kom hond, we gaan even door. Ik heb nu eens een leuk idee. Als ik het goed heb, zit er achter ergens een bij en dan wil ik die mee pakken. Dus als we hier eerst echt die bij winnen en ze erin jagen, dan... ik heb een bij en dan is dat, I guess. I bitches. Yay, we hebben een baby bij. Oh. Pak alle bloemen mee dat ze gewoon aan hun nest ingaan. Dat is wat we willen natuurlijk, dat ze aan hun nest ingaan. Kom. Wat is die andere? Kom hier. Kom. Ga aan uw dingen in. Kom op. Ik ga wachten tot die beesten aan een fucking kom in willen. Wat dit ook noemt. Wat? Planten hier wel gewoon allemaal neer. Hallo, kom eens hier. Bijtje, kom. Kom hier.
dingen genoeg. Ja, yes, eentje gaat erin, nu de rest nog. Kom op, mop. Doe niet moeilijk en gaan die pakken hierbij komen. Waarom al die bijen nu niet aan de komen, ja? Ah, jij ook nog. Huh? Move a bee nest with three bees inside using silk touch. Ah, daar zaten er al in. Nice. Ik dacht dat de derde was, maar blijkbaar niet. Dat is een vierde, huh? Oh my. Nice. We hebben dus al een paar achievements behaald. Dat is alleen maar moeilijker aangezien silk touch. En niet zo al te gemakkelijk te krijgen. Ik heb nu gewoon geluk gehad. We gaan erachter eens gaan kijken wat ik daar kan vinden. Oh lol, ik heb ook daar zie. Nog een endportal. Of end nether. Oh, een village! Dat was ik wel aan het denken van, zou ik die nog vinden? Nice, en ik wil eigenlijk in de buurt van een village ook bouwen. Dus dat is hier een beetje mooi qua ruim, wat nu al lijkt. Maar ook hier in de buurt. Een leuk stekje. Een breaking en fortune kan handig zijn, dus die hou ik wel. Golden apple, oh, golden carrots, en de rest is ook niet zo interessant. Oh no. Wel, dan weet ik dus al dat ik deze ga gebruiken als portal. Maar dat ik die gewoon moet repareren en dan. Ja. Wordt dit ons nieuwe stackie? Hey, dit wordt ons nieuwe dorpje. Oh, het ziet er al wel bewoond uit, dus dat is mooi. Hallo, iemand hier werkt? Nope. Dat is allemaal werk bezorgen, I guess. Is dat een blacksmith van een church? Ik krijg hier een smet. Oké, okay, hier zijn dus geen blacksmiths, dat is wel stom, maar kunnen we in principe wel oplossen, dus maakt niet zoveel uit. Stal. Beetje druk, maar het valt al mee. Ik denk dat mijn huis, als ik het zo bekijk. Moeilijke keuze ook. Ik heb totaal niet wat opbouwen. Ik weet het niet waar ik wil bouwen. Ik dacht daar misschien wel, daar kan ik iets anders van maken. Ik ben een vliegeneilandje, dus I guess. Misschien nou aan die kant, I don't know. Ja, dit is sowieso mega overgeven, maar waar is de Iron Golem als je hem nodig hebt? Oh ja, ik denk dat ik hem nodig heb, maar dat is toch wel dat hij iets doet. Het is hier een beetje druk en ik hoop dat die Iron Golem iets van zijn werk maakt, dus ja. Was er net niet ergens een golem? Oh, daar. Hallo meneer de golem, doet u werk in, alstublieft. Oh, creepers, nice. Oh, wordt die een beetje druk? Nice. Ik denk dat hij zijn reparatie al heeft verdiend. Nice. Heb ik een lead? Nee. Nou, dat sukt. Maar, nee, ik wil mijn hond dus. Oh shit. Nee. Oké, ik moet die ergens zien te trappen. Oh damn.
Ah, dumb fucks. Ik heb een golden apple, maar ik moet zo'n potion van slowness maken, maar... Kom in orde dus. Ik denk dat ik het hier laat voor deze video, dus... Ja, en ook zeggen, dank jullie voor het kijken en tot de volgende keer. Yo!